Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Op deze hele mooie zonnige dag leek het mij leuk om een video voor jullie op te nemen over mijn iHeart make-up stash. Als deze video online komt, hoop ik dat het net zo zonnig is. Maar ja, omdat ik deze video opneem op deze zonnige dag, leek het me leuk om dat ook wel eens te benoemen. Omdat ik vooral normaal heel vaak praat over dat het weer niet echt mooi is. Dus ik dacht, nu het zonnig is, kan ik dat zeker even een keer benoemen. Maar goed, mijn iHeart make-up stash. iHeart make-up valt onder het merk Makeup Revolution. En het is een low-budget merk wat uit Londen komt. En sinds een tijdje is het verkrijgbaar in Nederland. En ze hebben echt super mooie producten. Ze zijn vooral heel erg bekend geworden met de chocolate palettes. Ze zijn geïnspireerd door de Too Faced Chocolate Bar. En hun inspiratie komt daar vandaan om chocoladepaletten te maken. Of het daadwerkelijk dupe zijn, dat weet ik niet. Maar het zijn echt wel hele mooie producten. iHeart Makeup wordt verkocht in verschillende webshops. Ik zal een aantal webshops eventjes in de beschrijving zetten. Die onder andere dit merk verkopen. De laatste jaren hebben Kruidvat en Trekpleister ook regelmatig producten van iHeart Makeup. En Kruidvat verkoopt het ook op de website, maar het is niet een heel groot assortiment. En er zijn verschillende Kruidvat filialen die echt ook een heel schap hebben met producten van iHeart Makeup. Ik heb hem zelf nog nooit gespot. Ik denk dat dit vooral is in de grotere steden. Ik kom zelf uit een dorp, dus hier hebben ze het niet. Maar ik weet dat er winkels zijn die het wel hebben. Dus ja, het leek me gewoon heel erg leuk om jullie dat te laten zien. Ik maak deze video ook niet omdat ik wil opscheppen over de producten die ik heb. Maar gewoon omdat ik zelf heel erg van low budget producten hou. En ik heel erg blij ben met deze producten. Dus ja, daarom ga ik deze video maken. Ik heb even de producten in dit soort van mandje gedaan. En ik ga jullie laten zien welke producten ik heb. En als je zin hebt in deze video, doe alvast je duimpje omhoog. En dan wens ik je heel veel plezier met deze video. Ik ga beginnen met de chocoladepalettes. Daar heb ik de meeste van. Ik ga het gelijk heel eerlijk zeggen. Ik heb de collectie nu compleet. Wie weet dat er nog weer nieuwe palettes natuurlijk bijkomen. Maar tot nu toe wat er is uitgebracht, heb ik ze allemaal van. En dit is het Chocolate Love palette. En dit is echt een heel erg mooi palette ook. Het fijne aan deze palettes vind ik dat ze een hele grote spiegel hebben. Die je prima kunt gebruiken bij het opmaken als je even geen andere spiegel bij de hand hebt. Wat ik ook heel erg leuk vind zijn de blaadjes die op de palettes liggen met de namen van de kleuren oogschaduw. Vind ik wel heel erg mooi. En dit is vooral een gemixt palette ook. Je hebt matte tinten, maar je hebt ook wat shimmer kleuren. Dit is een palette wat je op zich prima bij een alledaagse look zou kunnen gebruiken. Als je voor neutrale tinten kiest. Maar ook zeker ja, bij een gewaagdere look kun je dit palette heel goed gebruiken. Omdat er ook een aantal best wel felle kleuren in zitten. Ik heb er nog niet mee geëxperimenteerd, maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe die felle kleuren uitvallen. Maar de paletten staan echt bekend om een goede pigmentatie. En ik word ook gewoon heel erg blij van de mooie donkerroze kleur. Dan ga ik door met de Chocolate and Peaches paletten. Dit is een palette die nog niet zo heel erg lang verkrijgbaar is in Nederland. En dit is echt een heel mooi, ja, peaches kleurpalette. Het zegt de naam natuurlijk ook al, Chocolate and Peaches, maar ook echt weer een prachtig palet. Ik vind de namen die bedacht zijn bij dit palette ook weer heel erg leuk. Ik vind het sowieso heel erg leuk dat bij elk palette de kleuren echt een aparte naam hebben gekregen. Dit palette heeft ook weer matte en shimmer kleuren. En vooral wat gewaagdere kleuren, wat donkerdere kleuren. Ja, wat ook wel eigenlijk een keer leuk is, omdat het wat anders is. En ja, niet zo heel safe, zeg maar.
Maar zeker geschikt ook om weer verschillende ooglooks mee te creëren. En de kleur van dit palet gaat ook zeker gewoon heel erg opvallen in mijn stash. Omdat die gewoon ja, lekker zomers is als je het mij vraagt. Echt, echt wel leuk nu, ja, nu het eindelijk wat mooier weer wordt. En dan ja, zo'n kleur, ik word er heel erg blij van. Dan het I Heart Chocolate paletten. En volgens mij is dit een van de eerste palettes die uitgekomen is in deze reeks. Dit was mijn allereerste paletten die ik ooit van in werk kocht. Ja, dus vind ik altijd wel een speciaal dingetje, omdat dit dus mijn allereerste paletten is. Elk palette heeft overigens 16 kleuren. Dit palette heeft ook echt een chocoladeluchtje. De meeste palettes uit de reeks hebben dat. Maar niet allemaal. Deze heeft het wel. Dit palette heeft ook weer ja, matte en shimmer kleuren. Ook weer hele mooie kleuren. Niet zo geschikt voor alledaags als je het mij vraagt. Als je van neutraler houdt, dan is deze misschien wat te heftig. Maar ja, door de goede pigmentatie van het paletten is het, ja, zijn het zeker kleuren die je prima ook kunt mengen met elkaar. En dat vind ik heel erg fijn. De oogschaduws die in de paletten zitten zijn wel wat poederig. Dus ja, ze zijn een beetje los, zeg maar. Maar ze bevatten wel heel veel pigment. Dus dat, als je dat tegen elkaar afstreept, heb ik daar niet zo'n heel groot probleem mee. Dit is het Salted Caramel palette. Hij doet mij een beetje denken aan die Tony's reep met Salted Caramel. Ik vind hem echt heel vies. Ik vind hem niet te eten. Maar het palette ziet er wel heel erg leuk uit. Dit palette heeft ook echt een karamelgeur. En ja, ik vind het zelf heel erg leuk bij dit palette om de kleuren een beetje te combineren. In de arcadeboog bijvoorbeeld een beetje te spelen met wat meerdere kleurencombinaties. Omdat je ze heel gemakkelijk met elkaar kunt blenden. Ja, ook gewoon weer veel pigmentatie, mooie kleuren en ook weer wat gewaagder als je het mij vraagt. Dus dit palette is ook zeker heel fijn en mooi. Wel vind ik het grappig dat ze overal hetzelfde 3D-effect gebruiken op alle paletten. Dus alleen de kleuren zijn anders. Dan heb ik het Golden Bar palette. En dit was een palette wat rond de kerst uitkwam. En ja, ziet er prachtig uit. Dit is het enige palette waar bij mij geen blaadje op zat met namen. Volgens mij hoort hij wel op, maar ik heb er dus een blanco blaadje in zitten, dus ik ken de namen niet. Ja, ik vind dit palette ook zeker echt wel bij de kerst passen, want er zitten ook vooral veel goudtinten en wat roodtinten in. Ja, heel erg mooi. Ik denk ook heel erg mooi als je bepaalde gelegenheden hebt en je wilt je make-up net iets ja, bijzonderder maken, dat dit palette gewoon heel geschikt is. En dit palette straalt nog net weer iets meer luxe uit als de andere palettes door de combinatie met de bruine en gouden kleuren die zij gebruikt. Dan heb ik het Dead by Chocolate palette en dit is de donkere variant op de andere bruine paletten. Deze is echt qua kleur wat donkerder, dus je kunt ze wel uit elkaar houden. Uiteraard weer een plasticje met de namen erop. Ik moet om sommige namen zelf wel een beetje lachen. Die vind ik gewoon, ja, wel lachwekkend, zeg maar. Ja, een combinatie van wat zachtere tinten, een paar, met toch wel wat donkerdere tinten. Maar in combinatie kun je hier zeker ook weer hele mooie looks mee creëren. Of je echt een hele mooie nude look kunt creëren, is een beetje de vraag. Maar ja, je kunt natuurlijk er gewoon verschillende looks mee maken die ook gewoon toch wel vrij neutraal zijn, maar er toch een beetje uitspringen. En ook dit palette hoort een beetje bij de eerste palettes die uitkwamen, het Dead by Chocolate palette. Dan heb ik dit witte palette en dit is het Naked Chocolate palette. En ja, een mooie witte chocoladereep. Ik zou er gewoon echt gewoon bijna een hap van willen nemen als het kon. Het ziet er echt
best wel smakelijk uit. Dit is een palette met wat zachtere kleuren. Zeker geschikt voor dagelijkse looks, omdat je toch zeker ook wat lichte kleuren erin hebt en je het toch aardig neutraal kan houden. Ja, matte en shimmer oogschaduws. Ik merk dat de shimmer oogschaduws meer poederiger zijn dan de matte oogschaduws, moet ik zeggen. En ook deze ruikt echt heerlijk naar chocolade. Dit palette vind ik zeker ook heel geschikt voor de dagelijkse looks, omdat het toch wat neutralere tinten zijn die hierin zitten. Dan heb ik het Pink Fizz palette en dit is een lichter roze palette met ook wederom prachtige kleuren erin. De namen van dit palette vind ik ook heel erg sprekend die erin zitten. Het palette heeft wel een geurtje, maar ik kan niet thuis brengen waar het nou precies naar ruikt. Maar de kleuren vind ik echt prachtig. Vooral de blauwe kleuren heb ik al heel veel gebruikt. En ja, hier kun je ook, ook wel dagelijkse looks mee creëren. Maar ook zeker als je eens een keer iets extremer wilt, is dit een heel geschikt palet. Hè? Dit palette behoort ook echt tot een van mijn favorieten. Die pak ik echt regelmatig om looks mee te creëren. En dan heb ik dit Chocolate Vice palette. Het is echt een zwart palette. Heel erg mooi om te zien. En ja, ik wist eerst niet zo goed wat ik hiervan kon verwachten. Ik heb deze ook nog niet gereviewd of getest. Maar de kleuren die spraken me zeker weer heel erg aan. In eerste instantie zou je denken bij dit palette dat deze heel veel donkere kleuren zou hebben. Maar het valt dus heel erg mee. Want hij heeft dus echt ook een paar peachy tinten. Maar ook wat roze tinten erin. Goud, bruin. Ik had deze kleuren niet verwacht bij dit palette. Maar ik vind ze echt prachtiger uitzien. Ja, ook zeer geschikt ook weer voor ja, ik ben een beetje in de peachy mode op dit moment, omdat het gewoon super zonnig is. Maar dan kun je ook weer prachtige looks maken met dit palet. Alle palettes hebben overigens een dubbelzijdige sponsapplicator erin zitten. Ik gebruik deze persoonlijk nooit, maar dit is zeker heel erg handig voor als je niet zoveel oogschaduwkwasten hebt. Ja, dat je gewoon bij elk palet een applicator krijgt. Dan heb ik twee kleine paletjes die gewoon super schattig zijn en super lief. Dat is dit palet. Dit is een Bronze en Glow palette. En dit is dus een paletje waarmee je kunt contouren. Kijk hoe schattig. Ze passen perfect bij elkaar zo. Echt klein en groot. Super lief. Dit palet bevat dus een bronzer en een highlighter. Ik vind ook heel erg leuk dat er een druppelvorm in de poeder is gemaakt. Waardoor het lijkt alsof het smelt. Echt super leuk gedaan. Zoals je kunt zien ook wel weer poederig. Ik heb deze al meerdere keren gebruikt. En dan zie je dat hij toch wat poeder achterlaat. Maar je kunt hier echt prima mee contouren. Dan heb ik ook het Light & Glow palet. Dit is een van mijn nieuwere aanwinsten. Deze heb ik nog niet getest. Maar ook weer super schattig en super lief. Ook dit palette heeft weer dat lieve smeltende effect in de producten zitten. Je hebt een highlighter en ja, ik zou eerder denken een bron of een blusher moet ik zeggen. Maar ik denk dat dit ook een soort van highlighter is. Ja, ik denk vooral dat het is om lekker te gaan glimmen. Lekker de highlighter. Maar misschien dat ik hem ook wel als blush zou kunnen gebruiken. Dan heb ik een Triple Baked Highlighter. Die zit in dit schattige hartendoosje. Het is gewoon gemaakt van karton, maar het is wel heel erg leuk bedacht. Het is een echt, ja, zoals ik al zei, het is echt een gebakken highlighter met lekker veel pigment. Het heeft ook een hartjesvorm. Het doosje is niet super stevig. Ik vind het ook wel iets moeilijker op te bergen in mijn stash, maar het ziet er wel super leuk uit. En deze highlighter heeft de naam Goddess of Love gekregen. Je hebt meerdere producten. Je hebt tegenwoordig ook een unicorn highlighter. Die schijnt ook heel erg mooi te zijn van dit merk. En ja, ik vind deze ook al super mooi.
Dan heb ik een van de Blushing Hearts. En dit is uiteraard ook weer een gebakken blusher. Deze heeft de naam Candy Queen of Hearts. Je hebt verschillende kleurencombinaties van deze blushers. En deze blush is echt heel erg mooi omdat hij 3 kleuren bevat. Je kunt ze los van elkaar gebruiken, maar ook zeker gecombineerd. Omdat het super goed uitblendt, krijg je gewoon echt een heel erg mooi resultaat van. Dan heb ik een bronzer. Deze komt uit de Summer of Love collectie. Heeft de naam Love Hot Summer. Het is een shiny bronzer. En uiteraard ook weer een gebakken bronzer. Maar ja, het is dus een bronzer met een glimmend effect. Daar moet je wel van houden. Het is niet een hele donkere bronzer. Maar ja, zeker nu het mooie weer eraan komt, is dit wel een hele mooie bronzer. Maar net wat ik zeg, hij is wel wat aan de glimmende kant. En dat moet je ding zijn. Dan heb ik het No Photos Please paletje. En dit is een palette met een 3D effect. En hier zat ook een kleine eye primer bij. Met een shimmer erin, moet ik zeggen. Een klein discreet paletje. Ook wel heel geschikt om mee te nemen. Als je op vakantie gaat of dergelijke. Leuke namen weer gekozen. Het is wel een palette met vooral donkere kleuren. Het pigment is echt super, maar de kleuren zijn toch wat aan de donkere kant. Waardoor je hem niet echt dagelijks zult pakken. Tenminste, ik doe het persoonlijk niet. Ook deze superleuke selfie variant met een 3D effect. Ook hier zat een kleine primer bij. Ook ja, glimmend. Ik vond het zelf niet heel erg werken, maar oké, het is leuk dat het erbij zit. Hele leuke namen ook weer, heeft het paletten. Ja, wel veel shimmer kleuren moet ik zeggen, die ook best wel poederig zijn. Op zich zou je deze best wel kunnen gebruiken bij een dagelijkse bruine smoky eye bijvoorbeeld. Dat je hem niet heel intens maakt, maar er zitten zeker mooie tinten bij om die ermee te kunnen creëren. Ik heb vooral de laatste kleur ook veelvoudig gebruikt. En dat zie je dan ook wel dat hij heel erg korrelig is geworden. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar dat weegt niet op tegen het pigment wat deze palettes afgeven. Dan heb ik dit I Love Obsession paletten in Pure Cult. En ja, dit is een gewoon palette eigenlijk. Die iets minder luxe is, maar zeker heel erg goed qua pigmentatie. In de oogschaduwkleuren staat het woord Obsession gedrukt. Ook zie je I Heart staan. Heel erg leuk gedaan. Ja, heel erg mooie paletten. Vooral de roze tinten vind ik zelf heel erg mooi. Daar heb ik al veelvoudige looks mee gemaakt. Ja, dus je kunt ook wel weer veel kanten op. Iets gewaagder, iets rustiger. Veel keuze in dit paletten en ook wederom weer heel veel pigment. Dan heb ik dit Explicit Content paletten. En dit is echt een vrij groot paletten. Ook met zo'n 3D effectje erin. Wat ik wel heel erg leuk vind. Met dit paletten kun je echt heel veel kanten op. Want er zitten heel veel verschillende kleurtjes in. Je hebt wat donkerdere kleuren, maar ook zeker lichtere kleuren. Ook wel gewaagdere kleuren, zoals dat blauw. Ik zou het niet zo heel snel durven gebruiken, maar zeker heel erg leuk als je het een keer wilt gebruiken. Matte kleuren, shimmer kleuren. Ja, je kunt echt zoveel verschillende kanten op met dit paletten. Dit vind ik echt ook super mooi. Dan heb ik nog het You're the Best Thing paletten. Hier heb je 10 matte kleuren en 22 shimmer gekleurde oogschaduws in zitten. Wat ik super handig vind aan dit palette is dat de matte kleuren en de shimmer kleuren van elkaar gescheiden zijn. Ja, ik vind het ook wel weer heel erg mooi. Zeker ook weer voor dagelijks kun je dit prima gebruiken. De kleuren zijn niet zo heel expliciet dat je denkt van oké, waarvoor kan ik dit gebruiken? Er zitten natuurlijk wel een paar donkerdere kleuren bij. Maar ik vind echt de kleuren in dit palette heel erg mooi. Wel moet ik zeggen dat heel veel palettes een beetje dezelfde kleuren bevatten. Of althans, dat lijkt zo. Dan was dit alweer de video met mijn collectie van I Heart Makeup. Ik vond het best wel leuk om te laten zien.
Zoals ik al zei, er zaten sommige palettes bij die nog niet gebruikt waren. Die zitten nog in mijn review gedeelte. Dat kon je ook wel duidelijk zien, want de palettes die gebruikt zijn, dat zie je ook gewoon heel duidelijk, omdat die wat poederiger zijn. Maar dat heb ik al eerder gezegd een paar keer, het weegt niet op tegen het pigment wat de palettes hebben. Want dat is echt zo erg goed, dat echt gewoon zo'n low budget merk palettes kan uitbrengen die er en prachtig uitzien en ook nog eens heel veel pigment bevatten. Low budget, je kunt het niet vergelijken met de prijzen van Essence of Catrice, maar de meeste paletten zitten onder de 10 euro of zijn 10 euro. Dus dat vind ik zelf ook nog heel erg low budget. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je de volgende video weer. Doei!